happy. We have to do it in English. Hi, ik ben Jessica, de fietsvlogger. Ierland is mijn tweede thuisland. Als student raakte ik smoor verliefd op de muziek, het landschap en de mensen. Eén ding vond ik altijd jammer, dat zo weinig Ieren fietsen. Maar nu ligt vlakbij Dublin de Royal Canal Greenway. De eerste meerdaagse route die bijna geheel over fietspaden gaat. Samen met singer-songwriter Paul O'Brien rijdt 3 dagen naast het kanaal. Met in de fietstassen mijn viool en zijn gitaar. Gaan op zoek naar verhalen over sluiswachters, armenhuizen en de famine, de hongersnood. We hebben geen idee van cijfers. We kunnen wel verzinnen dat er ruim een miljoen mensen zijn omgekomen van honger. Terwijl het land helemaal vol met eten zat. Eigenlijk was het genocide. We beginnen in Dublin, de stad waar Paul werd geboren en ik een tijdje studeerde voor mijn journalistiekopleiding. Free, secure bike parking. Dat is prachtig. Secure? Dat had hij niet kunnen verzinnen. Ja, de fiets is er nog. Ja. Dublin is nog niet helemaal fietsvriendelijk misschien, maar het gaat er wel de goede kant op, met ook deelfietsen. De Royal Canal Greenway loopt deels samen met de Famine Way. We nemen een kijkje bij de Famine Memorial, een kunstwerk van Rowan Gillespie. De National Famine Way herdenkt de ruim 1 miljoen mensen die omgekomen zijn van honger in de tweede helft van de 19e eeuw. Veel mensen uit het platteland kwamen naar Dublin toe om de boot te nemen of naar Engeland of via Engeland naar Amerika of Canada. Dat dit is waar de loodsen stonden, waar de mensen op de boten hebben moeten wachten of in moeten schepen. Een heel triest verhaal eigenlijk. Maar heel indrukwekkende beelden. Het trekt heel veel aandacht van toeristen ook en terecht. Ja, je ziet echt pijn en honger in hun ogen. Ja. Ja. En daar schrallen dan al die bussen langs. Ja, dat is een contrast, hè? Ja. Iets verderop ligt de Ginny Johnston. Een replica van een driemaster die arme Ieren naar Canada bracht. En het schijnt een van de weinig boten te zijn waar heel weinig mensen zijn omgekomen. De omstandigheden aan boord waren best goed. Het is niet zo'n groot schip. Nee, maar dat... Zo waren ze allemaal. Voordat we gaan fietsen, pakt Paul nog even zijn gitaar bij het standbeeld van Luke Kelly. Vlak bij de plek waar hij is opgegroeid. And the mice were squealing in me prison cell. And that old triangle went jingle jangle. All along the banks of the Royal Canal. Uiteindelijk gaat het fietspad hier lopen. Ja. Maar wij beginnen dus niet in Dublin met fietsen. Nee, wij niet. Wij beginnen in Maynooth. Omdat het fietspad nog niet klaar is. Zodra die klaar is, dan gaan we het helemaal doen. Het stuk in Dublin is straks vooral bedoeld voor forensen, niet voor toeristen. Dat komt vast door een paar schimmige wijken. Maar gelukkig mag de fiets, met reservering, mee in de trein. Eenmaal in Maynooth ontmoeten we David Padderley. Hij fietste in Frankrijk de Via Rona en dacht, dit kan ook in Ierland. Nu organiseert hij fietsreizen langs het kanaal. How many times have you been up and down the canal? Over 20. I've gone on my own, I've gone with groups. But it seems to me to be opening up the Midlands for a whole new race of tours. Older people on bicycles, but also people from Dublin City. Everybody seems to have discovered cycling since COVID. It's really taken off. It's really taken off, and I'm seeing it more now where cycling was a lot more kind of on the sports side over the last kind of 10, 15 years. There's a lot more kind of, you know, touring bikes, people getting involved in touring. Looking for multi-day trips. And the other facilities that come up as well, like the what do you call it, the pods? Horsebox cafes. I'm going to head over there now shortly to get a cup of coffee. Hello, how are you? I could have 2 cappuccinos, please. Yeah, would you like chocolate with those? No, thanks. No thanks. And I'll have 1 muffin, please. Yeah.
Na een uur ouwe horen met David springen we eindelijk op de fiets. Op naar Mullingar. Nou, laten we maar eens gaan fietsen. Oh ja, links. Links. Ik denk waarom die fietsen zo om me af. Het valt ons op hoe gezellig druk het op de fietspaden is. Ondertussen vraagt Paul zich af wat hij kan verwachten in Mullingar, onze bestemming vandaag. Als Dubliner is hij eigenlijk nog nooit geweest. De first place we met zet het actually been there. Well, a lot of people don't sort of stop off that much in Mullingar, but there's a nice loop of the town. Like it has, it's still loads of places to eat and that sort of thing. Yeah. Work till you're dead for a room and the bed. It's not the reason I left Mullingar. Ken je dat niet? Nou, misschien wel. Coffee again, hè? Huh? Ja, coffee. Ja. Yeah. It's been a long time. We treffen weer de wielrenner, Paul Keelan, die heerlijk de tijd neemt voor zijn fietstocht. Net als wij dat doen. The advantage of this route is that you don't have to be Stephen Roach to be able to do it. You know? And you're looking in great shape. Yeah, and you're on a very, you know, super duper speedy. So you can do it this way. Or you can do it the other way. And most people start in Maynooth and yes. Here, yeah? Yes. So we'll be more quiet. Oh yes, yeah, as you said. When you get almost to Mullingar now, you'll notice it get considerably quieter. You know, yeah. That's where it comes out. And like I suppose naturally by about 7 o'clock, 7:30, it's going to start to get a little bit dark as well. You know? Yeah, this is what we're kind of fighting against as well. That we started out a little bit later than we'd hoped this morning. And I kept on talking too much to somebody. Well, I'm going to let you go. No. Enjoy the piece. No, but enjoy the rest of your trip. How often have you cycled this piece? Oh, I cycle it most weekends. Yeah. Really? Oh, yeah, that's. And so you've seen it developing. Oh, I've seen it evolving from practically nothing. One or two people out for a walk. Thank you. Okay, thanks, Paul. Bye. Take care. We hebben nog 30 kilometer te gaan. En zien het, zoals wielrenner Paul aangaf, steeds rustiger worden op de fietspaden. En dan is het zo schitterend, hè? Die wolkenpartijen. En als dan de zon zo doorkomt. De kleuren. Het groen, joh. Al die zoveel kleuren groen. Just found a luck penny. The harp. Kilometer gedaan zover. Nog 7 kilometer naar Mullingar. Het is voor het eerst dat dat er een weg daar is nou soms. Dus voor het eerst eigenlijk dat je auto's wordt. De hele weg, de hele tijd fietspad, heel weinig auto's, heel rustig. Voor het eerst. Het valt me nu op dat ik denk, oh, ik hoor auto's. Ik dacht wel dat het een mooie route zou zijn, maar dat alles zo goed geregeld zou zijn, dat had ik niet verwacht. Ierland is toch niet echt een fietsbestemming, maar dit is veelbelovend. Nu wel de tijd van de mitsjes, echt. Wow, een hele zwerm mitsjes hier. En daar komt Paul aan. Die blijft ook gewoon doorfietsen. 60 kilometer. Bye bye. Ja.
just before the dark. Just 60 kilometer, hè? Ja, dik. Schoenen uit. Zo, dat is een pittig dagje. Even douchen nu. En dan eten. 60 kilometer. Woe, dat was wel pittig. Ah, cheers. Cheers. Ah, slantje. Slantje. No, yeah. Cheers. Okay, we'll do it again. Slantje. To Mullingar, a great destination. Ik ga nog even, ik ben aan de cola. Ciao. In de volgende vlog gaan we verder in op de hongersnood. We bezoeken een begraafplaats en werkhuizen. Toch, als je daarmee stilstaat, wil je allemaal afgespeeld heeft. Allemaal, dat hier ellende. Tussen 45 en 1850 7000 mensen zijn omgekomen. Ik was wel even afgeleid, want ik stootte mijn elleboog tegen de stenen meer. Het is een beetje kap. Maar bij Tussies zijn violisten dat gewend, hè? Dat je af en toe stoot, maar ik niet. Maar meestal zitten gewoon wederzijds een dikke kerel of zo. Dan moet je dat, maar dat is minder hard dan dit.